Ze worden maar 3 centimeter groot en toch zijn mijkevers de nachtmerrie voor elke tuinder. Dit doen vleermuizen met mijkevers. En dus zijn de kleine Batmans wel welkom bij de fruitboeren. Sterker nog, eigenlijk kunnen ze niet zonder vleermuizen. Nou ja, als er totaal geen vleermuizen zouden zitten, ja, dan zou de, de populatie aan mijkevers alleen maar groeien. Waardoor je op een gegeven moment als boer of als fruitteler genoodzaakt bent. Om dan chemicaliën in te zetten om die, om die engelingen te doden in de grond. Dit moet de oplossing zijn. Het lijkt op een verdwaalde flitspaal, maar het is een vleermuizenhotel. Rosse vleermuizen bijvoorbeeld die zitten graag in bomen, zouden dit kunnen gaan gebruiken. Nou, het hotel staat er net twee weken, dus net open. Uh, maar ik heb alle vertrouwen erin dat ze deze zomer komen. Aan een gebrek aan voedsel zal het in ieder geval niet liggen.